Of dat het signaal mogelijk net sterk genoeg is, dan zal NOSEMA de Jerme Omroep Friesland naar de oerhit stappen voor een oplossing. Mocht nu blijken na onze onderzoeken dat er nog steeds veel klachten zijn en dat wij ook niet meer precies weten waar dat aan ligt, ja, dan moeten we deze vragen stellen aan de overheid. We laten het er niet bij zitten, want we hebben niet alleen plichten, we hebben ook rechten. We hebben het recht namelijk om uit te kunnen zenden op een voldoende niveau. Ja, de denkbluwe droog, hoe ken je dat nou? Nou, je hebt het wel, hè? Het roerst als lek. En ja, als dan snijdt om aan zijn bed opkomst en dan was het even heel relaxed naar de oude heren gaan lusten. Ja, dan zet hem uit. Nou, ook dit is een ramp, want nu zit hij gewoon af en toe te zoeken om een zender en dan vindt hij hem niet. Het is heel min. Grote roer zit erin. En dat is daar ik naar u te krijgen of je met echt mijn oren antennes bezig bent. Net vrijwillig, maar onder dwang verhuizen Omroep Friesland Radio op 16 december van de betrouwde 88.6 naar de nieuwe frequentie 92.2. Het regeer joeg op de FM-baan meer ruimte onder commerciële stations. En de publieke stewards moesten daarvoor wieken. Radio Friesland kreeg een plakje op de stuurmast Smilde. Misschien net beter als Jensen, maar zeker net minder. Het bereik in Friesland zal blijven zoals het is. Het zal goed te ontvangen zijn. Dat is geen enkel probleem. We hadden een belofte van de NOSEMA, de zendermaatschappij, dat wij minimaal dezelfde kwaliteit aan geluid zouden hebben. En die is gewoon niet gehaald. Al bij de proefuitsturing in november waren de omroep waarschuwd door radioamateurs dat het nieuwe radiosignaal 25 dB zwakker weer als op de oude frequentie. Boppen dat wienen bij Snits, met naam en op Vlieland, gotten in het stuurveld ontdutsen dat de radio net ontvangen weer. Nu in januari bleek die blinde vlek volle grutter te wijzen en rijnt het klachten bij de omroep. Voor de radio is dit een wezenskenmerk van je bestaan. Dat je goede ontvangst moet hebben. Mensen die je niet kunnen bereiken of die zo'n slechte ontvangst hebben dat ze wegzappen. Nou, de slechtste wat je overkomen kan. Nou, het zou kunnen liggen aan het type radio wat de mensen hebben. Bijvoorbeeld radio's die 10 of 15 jaar te oud zijn. En die niet meer precies het onderscheid kunnen vinden van die zenders die heel dicht bij elkaar zitten. Ja, dan is er maar één mogelijkheid en dat is een andere radio. Het tweede is bijvoorbeeld de stand van de antenne. De oude zender stond in Ernstum. De nieuwe zender staat in Smilde. En dat is natuurlijk de andere kant op. Ik denk dat er veel meer aan de hand is. Namelijk dat er een plan is gemaakt om zoveel mogelijk commerciële zenders een kans te geven in de ether. En dat er nu een soort geprop is gekomen. Waardoor zenders elkaar gaan beïnvloeden op een manier die heel slecht is. En het effect is dubbel negatief voor de omroep. Want het bereik op 88.6 wie is er goed. Hoewel de harker met dure campagnes succesvol naar 92.2 mij verhuizen is, drie die no dogs autojekje. Ja, hij stiet nou net meer op Omroep Friesland verzeils, want wij hebben strakje versnipt omdat de stuurder je net meer goed te ontvangen weer. En hebben wij de zender op een orenkanaal zetten, omdat wij ons dat absoluut niet permitteren kennen je maar dit boerenbedrijf. En hoe is bij jou de ontvangst van Omroep Friesland? Nou, het biedt een bijzonder slecht aan het doen. En vooral van Smilde zijn die overschakelen. Dus Smilde gaat het slecht. En vooral het RDS-systeem valt weg, waardoor er een hoop ruis bij zit op RDS. En als je hem dan 10 op 92.3 zet, dan is het goed. Want dan zet je hem in feite naast de frequentie en dan is het wel goed. Dat is apart. Alleen dan heb je stereo, maar geen RDS meer. En daar heb je die radio niet voor. Als je minder luisteraars hebt, kun je ook weer minder mensen bereiken met je boodschap in de reclamesfeer. Dat is ook heel slecht. Financiële gevolgen. Financiële gevolgen. Dus ten eerste de gevolgen naar de luisteraar toe. Dit vinden we belangrijk. Het tweede is voor ons ook van betekenis dat we minder inkomsten zouden kunnen gaan krijgen. En dat is ook een slechte zaak. NOSEMA sluit net uit dat het nieuwe signaal net tarikkend is. Maar hanteert het erbij de door het Riek bepaalde nieuwe normen. Diezelfde oerheid had Omroep Friesland ook onweerst als rampenstuurder, die dus oerol in de provincie te belusteren wijze mat. Als dit nou net het geval is, dan stappen de Omroep en NOSEMA te jaren uit Riek voor een sterkere stuurder. Sanedig, Berin Jensen. Mocht nu blijken na onze onderzoeken dat er nog steeds veel klachten zijn en dat wij ook niet meer precies weten waar dat aan ligt, ja, dan moeten we deze vragen stellen aan de overheid. We laten het er niet bij zitten, want we hebben niet alleen plichten, we hebben ook rechten. We hebben het recht namelijk om uit te kunnen zenden op een voldoende niveau, kwalitatief. En inderdaad, veronderstel dat er een rampensituatie ontstaat. Mensen moeten ons zonder meer kunnen horen, wij moeten mensen kunnen bereiken.
En daar hebben we ook dure afspraken over gemaakt. En die willen we graag waarmaken. Mondus, spoedhoel is hoe deze kwestie.